Hallo collega's, welkom bij de uitleg van werken met Windows 10. Logisch werken met Windows 10. Ik laat je een aantal dingen zien. Hopelijk kun je ze straks ook zo zelf gaan gebruiken. Als eerste, als je Windows 10 binnenkomt, ziet het er zo uit. Dat zal je bekend zijn inmiddels. Sommigen werken misschien nog met Windows 7. Ik raad je aan om snel over te stappen. Leerlingen doen dat immers ook bijna altijd. Werken met Windows 10, dus is voor je ook denk ik belangrijk dat je dat zo snel mogelijk gaat leren. Nou, als eerste. Nou, hier zie je een taakbalk. Dat noemen wij de taakbalk. En je ziet hier bij mij een aantal symbooltjes staan. Degene die er niet bij staat, is Word. En ja, veruit gebruiken wij die het vaakst naast dat we ook wel op internet willen. Nou, om een programma te kunnen zoeken in Windows 10, ga je naar het vergrootglas, het loepje. En daar typ je de naam van het programma in. Nou, dit werkt wel anders dan Windows 7, want als je normaal gesproken op het Windows knopje drukte of op het zoektekentje in Windows 7, dan zag je al allerlei programma's. Hier moet je het intypen. Nou, hier zie je dan Word staan. Wat je nu eigenlijk zou willen is dit zo snel mogelijk vastzetten hieronder in de taakbalk. Want als je dat doet, dan hoef je voortaan alleen maar hier te klikken en dan ga je naar Word. Nou, hoe doe je dat? Ik ga hier staan, rechtermuisknop en dan kies ik voor aan de taakbalk vastmaken. Nou, als ik dat doe, zie je dat die hier is verschenen. Nou, dat ten eerste. Dan de verkenner. De verkenner is een plek, ja, is eigenlijk een symbooltje, dat zie je hier. En daarmee kun je naar alle bestanden in je computer gaan. Werken met de verkenner is erg belangrijk, want je moet je bestanden makkelijk kunnen vinden zonder dat je elke keer echt lang hoeft te zoeken naar je bestanden. Er zit een bepaalde logica achter. Nou, ik heb het symbooltje voor de verkenner hier al staan, maar het zou kunnen zijn dat je die nog niet hier hebt staan. En dat werkt eigenlijk hetzelfde als bij Word. Je gaat zoeken en dan zoek je naar verkenner. En dan zie je hem hier al staan. Nou, ook hier geldt weer rechtermuisknop en dan aan de taakbalk vastmaken en dan heb je hem eronderin staan. Hier heb je de verkenner. Ik klik erop en nou kom ik toevallig in deze map terecht omdat ik daar het laatst ben geweest. Wat je hiervan moet snappen, eigenlijk is het een soort van grote ladekast, zoals je moet zien. Het is een oude kast die ze vroeger nog hadden. Dat als je een lade opentrekt, dat er allemaal dossiers in liggen. Met vervolgens allerlei tabbladen weer. Nou, dit is eigenlijk de linkerkant, is dan zeg maar die kast met die grote lades. De lade van bureaublad is eigenlijk het scherm wat ik hier heb staan. Dus alles wat op dit scherm aan de voorkant staat, al die bestanden die je hier ziet en die programma's, die zou ik zien als ik hierop zou klikken. En dan zie je ze inderdaad staan. Die andere plekken zijn dus plekken ergens in de computer die ik nu niet kan zien, want ik heb het bureaublad op de achtergrond hier zo. Maar die zijn er dus wel. En dat moet je even goed beseffen. Hier zie je de OneDrive map, maar daar komen we later bij. Oké, nou, stel je voor, ik zit hier in mijn bureaublad, dus ik zit hier en ik wil hier in de map overleg 9 oktober wil ik iets toevoegen. Dan is het handig om bijvoorbeeld een mapje te maken. Je ziet hier, ik heb allemaal bestanden over schoolresultaten. Het zou eigenlijk logisch zijn als ik hier een map zou maken waarin ik dat allemaal verzamel. Nou, hoe doe je dat? Er zijn verschillende manieren. Het meest makkelijke is denk ik, als je voor jezelf aanlet, als ik in het witte vlak sta en ik druk de rechtermuisknop, dan krijg ik een aantal opties. Een van die opties is nieuw. Ik kies dan voor map. Nou, als ik dat doe, dan vraagt hij nog, wil je die een naam geven? Ja. Logischerwijs geef ik die dan de naam. Die slaat op de bestanden die daaronder komen. Nou, examenresultaten. Ik klik weer in het witte, linker muisknop en dan is de naam bevestigd. Vervolgens zou ik graag die bestanden hierin willen hebben. Nou, het meest makkelijke is om ze te slepen. En als ik hierop sta en ik heb mijn linker muisknop ingedrukt, dan zou ik hem hierin kunnen slepen. Kijk. Nou, sleept hij hem erin. Je ziet het niet zo duidelijk, maar er is eentje verdwenen hier. Dus hij is er wel degelijk ingegaan. Je kan ze ook meerdere tegelijk selecteren. Als ik hier in het witte ga staan en ik hou mijn linkermuisknop ingedrukt, dan maakt hij een soort van venster. En dan zie je dat hij alles zo selecteert.
laat ik mijn linkermuisknop los. Dan kan ik ze daarna hierin slepen. Je ziet ook, 5 documenten worden verplaatst naar de map examenresultaat. En nu staan ze allemaal hierin. Nou, op deze manier kun je dus ook een mappenstructuur maken. Je zou bijvoorbeeld vanaf je bureaublad zou je een map kunnen maken, net zoals dat ik hier had gedaan. Met daarin dus allerlei andere mappen, die vervolgens weer leiden tot allerlei andere bestanden. Het logisch maken van zo'n mappenstructuur is heel belangrijk als je snel je bestanden wil kunnen vinden. Nou, daar gaan we zo ook mee oefenen. Dan, het Windows menu. Als je hierop klikt, dan verschijnt er een raar venster voor je neus, waar je eigenlijk in eerste instantie niet zo heel veel mee kan. Dan zou je denken, dit lijkt eigenlijk heel veel op mijn taakbalk, want dit betekent niets meer en niets minder dan gewoon van welk programma wil ik hier openen. Ik kan bij dit menu kan ik aangeven dat ik daar een bepaald programma in wil hebben, dat ik daar snel mee kan werken. Ik krijg dit menu overigens ook als ik op mijn toetsenbord op de Windows knop druk. Dan verschijnt die ook. Dat is hetzelfde logootje, symbooltje als dat je hier in de hoek ziet. Stel je voor, ik ga het vaak gebruiken, lijkt me handig. Dan kun je dit natuurlijk beïnvloeden. Als ik hier recht een muisknop zou doen, dan zou ik kunnen zeggen, nou, ik wil hem eruit hebben, losmaken, of ik wil hem daar gewoon verwijderen. Je kan ook zeggen, het formaat wil ik kleiner hebben, omdat ik hem gewoon minder vaak gebruik. En je kan hem eventueel dan ook wel weer groter maken. Even kijken. Nou, bij meer zie ik ook van, nou, hij zit nu aan mijn taakbalk, die kan ik hier ook losmaken. Nou, stel je voor dat ik hier een nieuw symbool wil hebben. Als je zou willen dat iets in dat Windows menu verandert, bijvoorbeeld dat je daar een ander programma bij wil hebben, laten we zeggen een ander programma waarmee je op het internet kan, Chrome of Firefox, dan kun je hier niet door recht een muisknop te klikken vastmaken aan het startmenu. Daarvoor zal je het programma weer moeten zoeken, bijvoorbeeld Chrome, en hier op de rechter muisknop klikken en vervolgens daar kies je dan aan start vastmaken. Nou, als ik nu weer naar het Windows menu zou gaan, dan zie je dat nu Chrome hier is verschenen en dan kun je hem neerzetten waar je wil. Ik sleep hem nu hier en ik kan dit dan een naam geven. Nou, logisch is als hier ergens staat dat dit browsers zijn. Nou, browsers zijn programma's waarmee je op het internet kan, later komt er nog een andere uitleg over. Maar dit is een logische plek voor die browsers. Net als dat hier logisch zou zijn dat daar nog het programma Excel bij zou komen.